Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op zondag 1 september. De meteorologische herfst is begonnen en dat is aan het weer ook wel te merken want het is niet meer zo warm. Er trekken vrij veel wolkenvelden vanochtend over het land en lokaal kan er nog een licht buitje vallen. De temperatuur ligt zo rond de 17 graden en er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. Vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het zo'n 19 tot 21 graden ruim 10 graden kouder dan gisteren op veel plaatsen. De wind waait uit het noordwesten en blijft matig. Vanavond kan er weer hier en daar een bui vallen. Want vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt vanavond rond de 15 à 17 graden. Morgen. Periode met zon, maar ook wolkenveld. En vooral in de ochtend nog wel een paar buien. Smiddags dus wordt het 18 tot 19 graden. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dinsdag ook een droge dag. Met zonnige periode en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 19 en 22 graden. En woensdag gaat er een storing passeren. En gaat het een groot deel van de dag regenen. En na woensdag blijft het wisselvallig. Met af en toe een bui. En maximaal rond 18 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wierplaza. Nog een fijne zondag.